Dit is nou voor de tweede keer dat wij blijven aan het Kleihard Home. Het is ontstaan zeg maar 5 jaar geleden toen de ijsclub 75 jaar bestond. Toen hadden we een ludiek idee om toch een keer iets speciaals te doen, omdat een ijsclub die in West-Vlaanderen bestaat niet zomaar 75 jaar. Toen zijn we begonnen met Blij dat de Klei. Nu 5 jaar later doen we gewoon weer hetzelfde evenement. Er zijn 21 inschrijvingen. Dus er zijn, de 42 mensen die er sowieso meedoen. Het is zo, je mag meedoen vanaf 11 jaar. De veiligheidseisen is zo. Je moet gewoon zorgen dat je helm hebt. Je moet een lange broek of een korte broek. Je moet schoenen aan doen. En dan moet een drijvertje aan je bootje zitten. Maar het meeste wordt gemaakt van hout. Dus zinken zal dit niet direct. Bam! Bam! En de stad is geheel in als een poos is klaar! Gehuurd! Hoog voor de bekenden! En het andere in de rug aan de hazen! Hij zit klaar en hij zet af! En hij zit in de rug aan de hazen! Hij is klaar en hij zit in de rug aan de hazen! En hij zit in de rug aan de hazen! Ik kan dat natuurlijk niet verzekeren, maar ik hoop dat we over 5 jaar weer iets kunnen doen. Maar dan, ik ga nog niet vertellen wat. Daar ben ik wel alles over aan het denken hoor.